Wij zijn hier namens het OV Streekvervoer. Helaas, wij staken al sinds juni vorig jaar. Wij staken ook gewoon ten eerste gewoon voor een beter loon, om ook de faciliteit voor ons, een beter werkdruk. Dat is wel een hoofdmoot dat dat verbeterd gaat worden. We zijn al geruime tijd in staking, we doen er niet voor niks. Het is niet leuk wat hier gebeurt, ook niet leuk voor de reizigers. Hè? Dat is toch onze inkomstenbron. Maar wij moeten dit helaas doen. Tot op heden, de werkgever gaat niet mee. Vakbonden doen ze best. En wat ons opvalt eigenlijk, dat er nu eigenlijk de werkgever steeds naar buiten communiceert. Dat het ons gaat om de 16%. Dat is niet waar. De 16% is gewoon eigenlijk de inflatie die is berekend van oktober 21 tot oktober 22. Dat bod hebben wij lang verlaagd naar 10% en de werkgevers komen niet verder als 8%. We hadden ook punt werkdruk en ook punt flexibilisering. Het probleem wat wij ook constateren is dat de werkgevers meer flexibilisering willen toepassen. Dat willen we toepassen ook dat bepaalde mensen gewoon, die nemen ze gewoon aan en worden ingezet op zo'n stallingen en vestigingen, random gewoon. En dat ze ook alle soorten diensten mogen rijden, alles op basis van vrijwilligheid. Wij vinden dat zelf persoonlijk een kwalijke zaak, omdat het ondermijning is van de CEO waar wij steeds hard voor knokken en doen. Daarentegen maken wij ook nog steeds mee dat de werkgever met bepaalde punten naar buiten komt en ook dus de medewerkers voor ons gevoel zeg maar intimideert door op dat moment in één keer nu wel te kunnen praten over een werkdruk, terwijl eigenlijk al sinds 2018 al afspraken in de CEO zijn gemaakt dat de werkgevers en de vakbonden gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken met betrekking tot de werkdruk. Daar zal een werkgroep uit voortkomen. Tot op het heden hebben wij gemerkt dat dat nog niet is gebeurd. En wij vinden dat zelf wel een hele kwalijke zaak. Samengevat zitten we allemaal een beetje dus in een dilemma. Maar wat wij ook vinden is dat de reizigers recht hebben op een betrouwbaar en veilig openbaar vervoer. Wat wij graag willen verrichten. Maar tot op heden is de druk zo groot en is de lucht eruit uit de diensten, dat eigenlijk kan zeggen dat die reizigers hier niet profiteert en dat wij hier niet van profiteren, maar dat zeg maar de aandeelhouders, de consorten in het buitenland daar wel van profiteren. Dat doet ons zeer, want we hebben een mooi product, OV is een mooi product, maar wij trekken nu aan de bel omdat het nu teniet wordt gedaan. Met deze een oproep aan de werkgevers. Het punt is al lang duidelijk. Wij staken al heel lang nu. En op het moment dat jij je kop in het zand steekt, dan bereik je niks. Elke dag is weer een kans om aan die onderhandelingstafel te gaan en om met plannen te komen om een nieuwe CEO af te sluiten. Wat ze nu doen is gewoon wachten en wachten. Maar je moet niet wachten, je moet aan tafel gaan en die CEO gaan afsluiten. Wij eisen ook daarom met onze stakingen, proberen de druk op te voeren, zodat ze elke dag weer aan tafel gaan om hun best te doen met plannen te komen. En niet in de media steeds met een hoog loonverschil te komen. Wat Lex net ook heeft aangegeven, die 16,9, dat is een inflatiecijfer wat in het begin is genoemd. Wij zitten nu voor het eerste jaar een 10% hebben we genoemd. De werkgevers hebben een 8 genoemd. Dat betekent dat tussen 8 en 10 heel weinig zit. Dat betekent dat je best moet doen en aan tafel moet gaan om die CEO nu af te sluiten. Nogmaals, wij willen graag u allemaal vervoeren met een betrouwbaar product waar wij voor staan. En wel ook een goede harmonie dat we dat kunnen verrichten met goede diensten. Ik wil nog aan aanvullen dat openbaar vervoer is gewoon een basisrecht van iedereen die in Nederland woont. Je hebt het recht om gewoon fatsoenlijk openbaar vervoer te krijgen in je regio waar je woont. En de marktwerking zorgt ervoor dat er nu bedrijven zijn die onnodig deze situatie rekken. Terwijl we ze heel snel met oplossingen kunnen komen. Daarom roepen wij ook om van: doe het zo snel mogelijk alsjeblieft. En de overheid wordt alsjeblieft wakker. Want de mensen hebben recht op OV. En waar we nu in zitten is onnodig lang rekken voor niks. Dus de overheid moet nu ingrijpen.